Sinus. Succes, derde succes, aanvoerder. Succes, lieverd. Hangt een gemaakte sfeer, vind ik. Ja. Nu heb je serieus? Ja. Oké. Succes, maat. Nee. Skip dit gewoon, man. Dit wordt alleen maar erger, dit. Waar of niet waar? Luis Suarez maakte zijn debuut voor Uruguay als speler van FC Groningen. Waar? Nou, dan zeg ik niet waar. Het is waar. Kijk. Lekker. Welke oud-trainer van FC Groningen is op dit moment trainer van Jong Oranje? Marcel Groningen. Herwin van der Looy. Marcel Groningen is geen trainer? Assistent. Ja, maar hij zegt trainer. Dan moet je zeggen trainer. Hoofdtrainer. Nee, dan moet je zeggen hoofdtrainer. 1-1. Ja, wat zeg je? Je zegt toch trainer? Ja, trainer? Hoofdtrainer. Nee, niet assistent-trainer. Ja, maar als jij zegt trainer, bedoel je toch hoofdtrainer, Pees? Ze zijn allemaal trainers. Wat zijn ze dan? Ben je opeens dan glazen wassen? Nee, jullie, maar jullie was het gezellig. Welke twee voormalig FC'ers zijn blikvangers in de selectie van Servië? Kostić en Tadić. Ja, maar je wow! Nee, dat is. Ik doe dit. Ja. Ik vang hem eerder. Ben ik aan de beurt? Jij vangt hem? Ik vind hem al niet eerder, gek. Hij roept het gewoon. Dus wat is het gewoon roepen? Was ik niet eerder? We zijn twee man. Ja, nee. Ja, je. Is goed, jong. Ik zal wat zeggen. Wat is de huidige club van Ko Itakura? Gladbach. Borussia Mönchengladbach. Ik was eerder, kill. Ja, maar Gladbach is toch niet genoeg? Ja, wat is er nou, kill? Kan ook Victoria Gladbach zijn. Ja, je weet niet wat hij gaat zeggen. Maar nee, ga maar door. Maar jij roept wat terwijl je niet aan de beurt bent, dus sowieso weer punt voor mij. Dat is ook wel heel matig, boer. Wat is de naam van het toernooi dat tussen 1992 en 2017 gehouden werd in aanloop naar een WK? Ik ben heel benieuwd. Ik stuit er ook vast. Confederation League of zo? Nee, dat is niet goed. Nee, ik weet het niet. Maak maar goed. Confederation Cup. Hoe? Confederations Cup. Ja, sterk. Waarom zeg je maar, het komt niet uit. Noem naast Virgil van Dijk nog een oudspeler van FC Groningen die in de WK-selectie van Oranje zit. Maar weten we niet wie er mee is natuurlijk. Dat kan namelijk Daley Blind zijn. Wat bedoel je voor selectie? Als je er één noemt, dan ben je Daley Blind. Maar netjes. Die is voor selectie. Ja, netjes. Noem een oud-Groninger die aanvoerder is geweest voor Oranje op een WK. Oh, ik moet vangen, telt niet. Ja, hij vangt hem niet, ik mag zeggen nu toch? Op een WK. Ronald Koeman. Is goed. Was dat de enige? Ah, je Robben was ook nog. Ja, ik wou net zeggen. Hij komt gewoon met Koeman. Waarom vangt die kolenbal niet? Maar kijk. Schattingsvraag. Hoeveelste WK voetbal is dit? Oh. De eerste was in. Dat is ongeveer. Mag ik tellen? Ja. Pak je telefoon, zoek het op. Oh, dan moet ik wel heel snel rekenen. Wacht even, dan doe ik even. 22e. 23. Het is 22. Dit kan niet, dit kan niet. Dat is echt dit is helemaal bizar. Maar wat als ik had gezegd 22, wat dan? Dan had je allebei een punt gehad. Alle punten gedeeld. Ja, ik vind het echt. Dit is echt schandalig, man. Weet jij, de helft van de antwoorden zijn.